opperste concentratie bij zo'n 400 gamers in het PSV-stadion. Allemaal willen ze hetzelfde, de beste FIFA 17-speler zijn. Want dan mogen ze namens PSV hun favoriete spelletje spelen. Natuurlijk is de kans klein en moet je nog finale spelen, zijn er hele goede spelers. Maar als e-sport voor PSV lijkt me echt geweldig om te doen, om namens PSV gewoon die wedstrijd te gaan spelen. Ja. E-sports wordt steeds populairder. Wereldwijd worden er veel toernooien georganiseerd. En de Eredivisie wil een officiële competitie voor FIFA-gamers opzetten. Ajax was de eerste club die een e-sporter contracteerde en nu wil PSV dat ook. Hij gaat natuurlijk over andere kwaliteiten beschikken dan de jongens van Philippe Cocu. Maar we gaan hem wel echt toevoegen aan onze selectie. Dus dat betekent dat hij ook een rugnummer krijgt, op de elftalfoto komt. De spanning stijgt. De Nederlands kampioen vliegt er in de vierde ronde uit. Maar hij lijkt er niet echt mee te zitten. Ik had een penalty gemist, dus dat is mijn eigen schuld. Teleurgesteld misschien wel, verdrietig niet. Nee, zeker niet. Blijft een spelletje, hè? Ja, wel. Over een paar weken wordt bekend wie PSV als gamer gaat vertegenwoordigen. Want er komt meer bij kijken dan een spelletje winnen. We gaan uiteindelijk in een sollicitatieprocedure, een ludieke sollicitatieprocedure, kijken of die ook beschikt over vaardigheden als presentatie. Want hij gaat toch PSV vertegenwoordigen.